Hallo, ik ga jullie even uitleggen hoe je heel gemakkelijk een QR-code zelf kunt maken. Bijvoorbeeld op de website www.qrcode-monkey.com. Je wil een QR-code maken bijvoorbeeld van je school. www.drentecollege.nl, maar het kan ook van je Facebook-site zijn of van een andere site. Hier kan je de kleur bepalen. Ik kies voor rood. Het effect kan je doen, dus of die oploopt in kleur of niet. Je kunt een logootje erbij doen. Vind ik niet nodig. Dan ga ik nu een QR-code maken. Eén druk op de knop, Create QR-code. Ik ga eens even testen of die het inderdaad doet. Of ik op de site van Drenthe College kom. Zoals jullie misschien zien, heb ik hier een app van een scan, barcode scanner. Ik tik hem aan. En zoals jullie zien gaat hij gelijk naar het Drenthe College. Ja, de zon schijnt er wat in. Ik ben gelijk op de site. QR-code, quick response. Dus je kunt heel snel naar een website toe op deze manier. En je kunt heel snel zelf er eentje maken.